Hallo, welkom bij de 13e aflevering van taalklas.nl. Fijn dat u weer kijkt en weer bij ons bent. Zoals u ziet hebben we vanaf deze aflevering een iets ander decor. De cursisten zitten namelijk gezellig mee aan tafel deze keer. En vandaag zitten mij aan tafel Yvonne en Mehdi. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. In de vorige afleveringen hebben we vooral geoefend met nieuwe woorden. Maar vanaf deze aflevering gaan we ons meer bezighouden met het voeren van gesprekjes. Zoals u gewend bent, gaan we wel eerst naar een filmpje kijken en gaan we daarna weer samen oefenen. In het filmpje dat u zo meteen gaat zien, ziet u Martijn en Maya. Ze zijn man en vrouw, ze zijn getrouwd en ze hebben samen een zoon, Oscar. Ze zijn op zoek naar een nieuw huis, een ander huis. En in het filmpje ziet u dan ook dat ze samen met iemand van de woningstichting, van de woningbouw, een huis aan het bekijken zijn. En Martijn en Maya moeten heel duidelijk zeggen wat ze mooi en niet mooi vinden. En uiteindelijk natuurlijk ook of ze het huis wel of niet nemen. Voordat we naar het filmpje gaan kijken, heb ik twee vragen voor u. De eerste is, is er een tuin bij dit huis? Is er een tuin bij dit huis? En de tweede vraag is, voor wie is die rustige slaapkamer aan de achterkant? Voor wie is die rustige slaapkamer aan de achterkant? Nou, we gaan nu eerst naar het filmpje kijken en daarna gaan we samen kijken naar de antwoorden op deze vragen. Kijkt u mee? Welkom. Maya Zonneveld. Van der Loo. Martijn Zonneveld. Van der Loo. Zullen we eerst naar boven gaan? Wij volgen u. En Maya? Ja. Kijk, dit is de grootste slaapkamer. Martijn, kijk eens, wat een grote kamer. En zo lekker licht. Ja, wat wil je? Kijk eens wat de ramen. Is het houtwerk nog goed? Vorig jaar zijn er nieuwe kozijnen geplaatst. Dus ook dubbelglas? Ja, overal dubbelglas. Hier zouden wij kunnen gaan slapen. Wat denk je? Zullen we eerst even verder kijken? Dit is de kleinste slaapkamer. Ja, dit is een mooi kamertje voor Oscar. Voor Oscar? Die moet binnenkort naar de middelbare school. Die moet veel leren en heeft een grotere kamer nodig. Dat is waar. Nou, dan kan ik hier mooi darten. Darten? Wat dacht je van een kamer voor de was? Dan kan ik mooi strijken. Ik hoor het al. Zullen we naar de volgende kamer lopen? Dit is de laatste slaapkamer. Aan de achterkant. Dus lekker rustig. Deze kamer is voor Oscar. Ja, dat zal Oscar heel fijn vinden. Kijk eens. De tuin is mooi. Een grote tuin. Even onderhoud nodig. Dat wordt dus hard werken, Maya. Ja, voor jou. Is het huis ook centraal verwarmd? Ja, en de verwarmingsketel is uit 2003, dus dat is nog niet zo oud. Dan laat ik u nu de badkamer zien. Niet groot, maar het ziet er allemaal best netjes uit. Oh, kijk, een wc. Geen bad, maar een douche. Wat moet je nou met een bad? Een douche is beter. Zullen we nu dan maar naar beneden gaan? Nou, dat is spannend hè, voor Martijn en Maya. Vond je het een mooi huis? Ja, het was een groot huis. Ja, ik vond het ook wel ja, mooi. Ja, ik vind het gewoon heel groot voor een gezin. En ja. Ook leuk met een tuin. Ja, de tuin was ook leuk. En ja, inderdaad, jij geeft wel antwoord op de eerste vraag, hè, want die was, is er een tuin bij dit huis? En ja, er was een tuin, klopt. Ja. De tweede vraag was, voor wie is de rustige slaapkamer aan de achterkant? Het is voor Oscar. Voor Oscar? Die derde. Die was die rustige. En wie is Oscar? Is die zoon voor Depart. Van dat paar, van heel dat slim paar. Gezegd. Maya en Martijn. Maya en Martijn, inderdaad. Ja. Laten we met de eerste oefening beginnen.
Er staat boven, luister en kies het goede plaatje. En hier staat een bord, de gegevens. En daarboven staan drie plaatjes. Welk plaatje past nu bij de gegevens? Nou, ik denk dat het in dit geval plaatje 2 moet zijn. En ik krijg inderdaad ook een krul. Yvonne, de verdieping. Wat denk jij? Welk plaatje hoort daarbij? Ik hoor dat bij de derde plaatje. Het derde plaatje, de verdieping. Juist. Mehdi, de plattegrond. Mm-hmm. Welk plaatje kies jij? De plattegrond, dat is 2. 2? Nee. Nee, die is niet helemaal goed. Dat is 1 dan. Dan 1, juist, die is wel goed. Hè, op plaatje 2 zien we een kapotte afvoer van een wasbak. Ja. Zie je dat? Bijvoorbeeld in een badkamer. Ja. En op plaatje 1 zien we inderdaad de plattegrond. Yvonne, kapot. Nummer 2. Ja, ik heb het eigenlijk net verklapt. Juist, dat heb je goed. Mehdi, het adres. Ja, dat staat bij plaats nummer 3. Plaatje nummer 3, correct. De laatste 4 die zijn voor u. Duur. Duur. Wat denkt u? Hoort het bij plaatje 1, 2 of 3? Duur. Yvonne, voor welk plaatje zou jij kiezen? Ik zou nummer 1 kiezen. Nummer 1 kiezen. Ja, dat heb je goed gekozen. Nog één voor u. De flat. De flat. Plaatje 1, 2 of 3. Mehdi, heb jij enig idee? 3. 3, juist. Hier zien we een flat. En een hoge flat. Hoge flat. Nog één voor u. Het plafond. Het plafond. Plaatje 1, 2 of 3. Yvonne. Het plafond hoor ik bij plaatje nummer 1. Plaatje nummer 1, juist. En de laatste voor u. De prijs. De prijs. Plaatje 1, 2 of 3. Mehdi. Dat staat bij plaatje 2, nummer 2. Nummer 2, inderdaad. Hier zien we een prijs. €600. Hé, hey, hebben jullie goed gedaan? Ja. Geen fouten gemaakt, toch? Makkelijk. Makkelijk. Daar heb ik eentje. Eén foutje? Ja. Oké, één foutje. Nou, is nog goed, toch? Ik ben tevreden. Nou, hopelijk kunt u ook tevreden zijn over uzelf. We gaan door met de tweede oefening. Luister en kies het goede plaatje. 3 plaatjes weer en daaronder een zin. Ik vind de keuken te klein. Nou, welk plaatje past nou het beste bij deze zin? Eens even kijken. Plaatje 1. Ik zie iemand die jarig is, denk ik. Op plaatje 2 zie ik iemand, eigenlijk 2 mensen die in de keuken staan. En op plaatje 3 zie ik 2 mensen nee zeggen. Nou, ik kies voor plaatje 2 in dit geval. En die heb ik gelukkig nog goed ook. Yvonne, de volgende is voor jou. De afvoer is kapot. Plaatje 1, 2 of 3? Plaatje 1. Plaatje 1. De afvoer is kapot. Juist, heb je goed. Mehdi, de tuin is leuk voor de kinderen. De tuin is leuk voor de kinderen. Plaatje 3. Plaatje 3. Hè, daar zien we de mensen in de tuin staan. Ja. Ja, we nemen het huis. Yvonne. Plaatje nummer 3. Plaatje nummer 3, juist. We vinden het huis te duur, Mehdi. Dat staat bij plaatje nummer 1. Plaatje 1. Kan je dat uitleggen? Ja, ik zie die meneer. Hij heeft die een beetje die nek zo naar recht. Dus hij vindt dit prijs een beetje duur. Die bij de hand voor die makkelen. Juist. En ze zeggen ook heel duidelijk nee. Ja, ze zeggen nee. De volgende zijn voor u. Hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt. Welke zou u kiezen? Plaatje 1, 2 of 3? Yvonne, welke zou jij kiezen? Ik zou nummer 2 kiezen. Nummer 2 kiezen. Ja, dat heb je goed. Nog één voor u. Dat is een probleem. Maar dat is een probleem. Plaatje 1, 2 of 3? Mehdi, wat zou jij kiezen in dit geval? Eerlijk gezegd,
2. Eerlijk gezegd 2. En die is niet goed. Wat dan is het 3. Dan, denk je? Dan 3. Ja, want wat zien we bij 3? Zie maar die mevrouw Breide of zo? Met, ja, ze heeft haar handen zo wijd inderdaad. Haar armen zo wijd. Armen zo wijd. Juist. Hè, en waarschijnlijk vindt ze die kamer te klein. Denk je niet? Ja. Ja, dat denk ik ook. En dat is blijkbaar een probleem. Ja. Ja. Ja, heb je gelijk. Nou, dat is mooi. We gaan door met de volgende oefening. Maak een goede zin. U ziet hier stukjes van een zin. Leuk huis, punt, wat en een. Ik zal deze eventjes voordoen. Ik zie hier een hoofdletter, dus ik neem aan dat dat het eerste woord is. Wat een leuk huis. En een zin eindigt natuurlijk met een punt. Wat een leuk huis. En ik krijg nog 4 krulletjes ervoor ook. Yvonne, voor de 4 krulletjes. Of 5 in dit geval. Oké. Okay. Ik. Vind. Vind. De keuken. De keuken. Te klein. Te klein. Puntje. Punt. Heb je goed. 5 krullen voor jou. Mary. We hebben niet willen dit huis en we. Dit huis. Dit huis. We willen niet. Dit huis, we willen niet. En de punt dan, denk ik. De punt, ja. Belangrijk. Oh, die is niet helemaal goed. Wat is dat dan gebeurd? Je ziet welke er wel goed zijn. Maar deze 2 zijn niet goed. Ja. Zullen we nog een keer proberen? Ja. Graag. Dus dit huis. Dit huis. Willen we niet. Juist, dit huis willen we niet. Dat is inderdaad de goede volgorde. Ja. Yvonne, te duur, we, punt, vinden en het huis. Oké, eerst wie? We. Vinden. Vinden. Het huis. Het huis. Te duur. Te duur. Punt. Punt. Goed, weer 5 krullen voor jou. De laatste 2 zijn voor u. U heeft het huis, nemen, ja, punt. En we. Het huis, nemen, ja, de punt en we. Yvonne. Ja. Ja. We. We. Nemen. Nemen. Het huis. Het huis. Punt. Punt, juist. Hopelijk had u hem ook goed. Nog eentje voor u. Voor de kinderen. De tuin. Punt. Leuk en is. Mary, zou jij de mensen thuis eens eventjes willen helpen? Ja. Ja? Zou ik, de tuin is leuk voor de kinderen. De tuin is leuk voor de kinderen. Punt. Punt. En 5 krullen voor jou. Goed gedaan. Ja. Toch? 5. Ja. In het eerste filmpje hebben we Martijn en Maya gezien samen met iemand van de woningbouw. Ze waren aan het kijken in een nieuwe woning, maar we hebben eigenlijk alleen maar de bovenverdieping gezien. In dit filmpje kunt u ook zien hoe de benedenverdieping eruit ziet. En Martijn en Maya moeten weer heel duidelijk zeggen wat ze mooi vinden en niet mooi vinden. Voordat we gaan kijken naar het filmpje heb ik nog 2 kijkvragen voor u. De eerste. Wat is het probleem in de keuken? Wat is het probleem in de keuken? En de tweede vraag. Waarom nemen Martijn en Maya het huis wel? Waarom nemen Martijn en Maya het huis wel? Kijkt u mee naar het filmpje. Ook hier nieuwe kozijnen en overal dubbel glas. Mooie grote woonkamer, zeg. Wat ruik ik? Ja, het stinkt hier een beetje. Ja, dat is de afvoer van de keuken. Wat een vieze keuken. Ja, dat ziet er niet goed uit. Hier willen wij niet koken. Bah. Moet je die deurtjes zien? Die deurtjes hangen scheef. En die kraan lekt. Ja, dat is een probleem. Een goede keuken vinden wij belangrijk. Wij koken graag samen. Maar niet in zo'n vieze keuken. Dat moet u eerst repareren. Er zitten net nieuwe kozijnen in. Ja, wat jammer. Ik vond het net zo'n leuk huis. Ja, de huur is 600 euro per maand.
U moet ons een huis verhuren met een goede keuken. Ja, dit ziet er toch niet goed uit? Ach, u kunt de keuken toch zelf wel opknappen? Een beetje schoonmaken, de deurtjes verven. Ja, dat wil ik niet betalen. We willen een nieuwe keuken en anders willen we hier niet wonen. Goed. Wij plaatsen een nieuwe keuken. Maar het schilderwerk, dat moet u zelf betalen. Zullen we het doen? Zeg jij het maar. Ja. U hoort het, we doen het. We nemen het huis. Gefeliciteerd met uw nieuwe huis. Dank u wel. Gefeliciteerd. Nou, die twee zijn blij met het nieuwe huis. Ja. Toch? Ja. Hartstikke blij. Hartstikke blij. Nou, laten wij even gaan kijken naar die twee kijkvragen. Yvonne, wat is het probleem in de keuken? De keuken is helemaal vies. Ja. De kasten zijn vies en kapot. De deuren van de kasten zijn kapot. Ja. En de kraan lekt. De kraan lekt, ja. En het stinkt in de hele keuken. En het stinkt, ja. Ja, ja. Mary, enig idee hoe dat komt, dat het stinkt? Dat komt door de afvoer. Ja, de afvoer is ook kapot, hè? Het is kapot, ja. Ja. Zou jij willen wonen in zo'n huis? Nee. Nee? De keuken is heel belangrijk. Zou je het huis niet nemen? Als dit het geval is, dan zou ik of vragen om te repareren. Ja. Ja, anders nee, een nieuwe keuken. Niet. Een nieuwe keuken zou je ja, zeggen? Want, ja, want je kan het niet goed repareren. Nee. Waarom nemen Martijn en Maya het huis wel? Waarom nemen ze het wel? Want ze zijn niet blij met die keuken. De makelaar heeft een oplossing gevonden. Oké, okay, wat is de oplossing dan? Hij moet betalen die verven. Of, ja. Maar hij gaat de makelaar een nieuwe keuken kopen. Juist. De man van de woningbouwvereniging die belooft een nieuwe keuken te plaatsen. Maar ze moeten wel zelf het schilderwerk doen, hè? Ja. Dat was eigenlijk de oplossing. Tijd voor de volgende oefening. U ziet het volgende. Luister en kies het goede plaatje. U ziet hier drie plaatjes staan. Maar u ziet geen woord en ook geen zin staan. En dat klopt nog ook. Want ik ga namelijk een zin voorlezen, dus u zult goed moeten luisteren. De tuin is leuk voor de kinderen. De tuin is leuk voor de kinderen. Welk plaatje hoort daarbij? 1, 2 of 3? Nou, deze is eigenlijk makkelijk, want ik zie op plaatje 1 een tuin staan. Dus dat zal hem wel zijn. En ja, dat klopt nog ook. Yvonne. Ik vind de slaapkamer te klein. Ik vind de slaapkamer te klein. Wat denk je, plaatje 1, 2 of 3? Plaatje nummer 2. Plaatje 2. Kan je het ook uitleggen? Je hebt het goed. Ja, de vrouw staat met de armen en zij probeert om de afstand te meten. Juist, juist. Ja, heb je goed uitgelegd. Mehdi. Dit moet u eerst repareren. Dit moet u eerst repareren. Dat bij plaatje 1. Plaatje 1. Ja. En wat moet daar gerepareerd worden? De raam. Het raam, hè? Het raam is kapot. Juist. De laatste, die zijn voor u. Zullen we het doen? Zullen we het doen? Kiest u voor plaatje 1, 2 of 3? Zullen we het doen? Yvonne, welk plaatje zou jij uitkiezen? Ik zal plaatje nummer 1 kiezen. Plaatje nummer 1. Juist, dat heb je goed. Nog één voor u. De tuin is leuk voor de kinderen. De tuin is leuk voor de kinderen. Plaatje 1, 2 of 3. Wat denkt u? Mehdi, wat denk jij? Ik denk de plaatje nummer 3. Plaatje nummer 3. Daar staan ze inderdaad in de tuin. En de laatste voor u. De afvoer is kapot. De afvoer is kapot. Plaatje 1, 2 of 3. Yvonne, waar zie jij een kapotte afvoer? In plaatje nummer 2. Juist, plaatje nummer 2. Goed zo. We gaan door met de volgende oefening. Wat zou jij zeggen? Ik zeg zo meteen een zin en u moet de juiste reactie kiezen. Bijvoorbeeld, zullen we het doen? Ja, we nemen het huis. De afvoer is kapot. Of gefeliciteerd. Ik denk dat, eventjes kijken. Ja, we nemen het huis de beste reactie is. En die heb ik ook goed. Yvonne.
Gefeliciteerd. Wat zou jij zeggen? Wat is de beste reactie? Hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt, juist. Mehdi, wat denk jij? Wat denk jij? Ik vind de keuken te klein. Ik vind de keuken te klein, ja. Yvonne, dit huis willen we niet. Dit huis willen we niet. Wij vinden het huis te duur. We vinden het huis te duur. Het kost te veel geld. De laatste drie zijn weer voor u. De afvoer is kapot. De afvoer is kapot. Wat zou je zeggen? Hartelijk bedankt. Wat een leuk huis. Dat is een probleem. Mehdi, wat zou jij zeggen? Dat is een probleem. Dat is een probleem. Want dat ruikt niet lekker. Ja. Toch? Wat een leuk huis. Wat een leuk huis. Wat zou u thuis zeggen? De tuin is leuk voor de kinderen. Dat is een probleem. Of kijk nou, wat is dat? Yvonne, wat zou jij zeggen? De tuin is leuk voor de kinderen. Juist, de tuin is leuk voor de kinderen. De allerlaatste nu voor u. Kijk nou, wat is dat? Kijk nou, wat is dat? Hartelijk bedankt. De afvoer is kapot. Of zullen we het doen? Mehdi, wat denk jij? De afvoer is kapot. De afvoer, juist, is kapot. Is kapot. Zullen we, ja. Ja, hè? Kijk nou, wat is dat? En dan zie je inderdaad dat de afvoer, kapot is. De afvoer is kapot. Ja, goed. Ging weer goed. Het is tijd om te gaan oefenen met praten. En dat ga ik doen vandaag samen met Yvonne. Yvonne, wij gaan doen alsof wij samen een huis gaan bekijken. Oké? Okay? Je moet drie dingen onthouden, want die ga ik zo meteen aan je vragen. De eerste. Jij vindt de tuin leuk voor de kinderen. Als tweede. Jij denkt dat het beter is het huis niet te nemen. Ten derde, waarom niet? Dit huis vinden we te duur. Dus nog een keertje. Als eerste, jij vindt de tuin leuk voor de kinderen. Als tweede, jij denkt dat het beter is het huis niet te nemen. En tenslotte, waarom niet? Dit huis vinden we te duur. Oké. Ja? Heb je ze in je hoofd? Ja. Oké, dan gaan we dat proberen. Hey Yvonne, wat een leuk huis. Wat vind je van de tuin? Ja, ik vind het leuk van de kinderen. Ja, dat denk ik ook. Maar wat denk je, zullen we het doen? Nee, volgens mij is het beter als we het huis niet nemen. Nee, waarom nemen we dit huis niet? Omdat ik vind het te duur. Vind je het te duur? Ja. Ja, het is wel veel geld eigenlijk. Ja, ja, vind ik ook. Ja. Hey, ging goed. Ja. Toch? Makkelijk? Makkelijk. Makkelijk. Mooi, je bent gewoon goed. Nou, wilt u nu ook met mij Nederlands praten? Dan kan dat. Dat kan namelijk op internet. Gaat u dan naar de volgende site. www.taalklas.nl. Dus www.taalklas.nl. Ik zal u precies uitleggen waar u alles kunt vinden. U kunt kiezen tussen inloggen en registreren. Als u voor het eerst op deze internetsite bent, zult u zich eerst moeten registreren. U klikt daarop, dan typt u uw naam. Mijn naam is Hanny. Ik klik op oké en dan krijg ik een nummer. Dat nummer moet je goed onthouden. Dat heb je namelijk elke keer nodig. Nou, mijn nummer is makkelijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik klik op oké. Nu kies ik niet voor registreren, maar voor inloggen. Ik typ weer mijn naam. Oké. Ik typ nu ook mijn nummer. En klik op oké. Nou, hier ziet u de oefeningen van aflevering 1 tot en met 12. Maar wij zijn inmiddels bij aflevering 13. Kijk, u ziet hier de oefeningen van aflevering 13 tot en met 24. Ik heb al wat oefeningen gemaakt van aflevering 13 en ik kan op deze knop klikken om verder te gaan. Nou, als het dan nog een beetje lastig voor u is, vraag iemand u te helpen. Het is namelijk de moeite waard. Vandaag hebben we geoefend met woorden en zinnen die je kunt gebruiken bij het kiezen van een nieuw huis. We hebben gepraat over wat er mooi was en niet mooi was. En we hebben ook geoefend hoe je kunt zeggen of je het huis wel of niet neemt. Ja, het zit er nu echt alweer op voor vandaag. Ik ga de cursisten bedanken. Dankjewel voor jullie aanwezigheid. Jullie hebben het goed gedaan. Dankjewel voor de uitnodiging. Alsjeblieft. Graag gedaan. Ik wil ook u hartelijk bedanken voor het kijken. Fijn dat u er weer bij was. Ik hoop dat u veel geleerd heeft.
En mocht u nog gaan oefenen op internet, dan wil ik u graag veel succes toewensen. En ik hoop gewoon dat u de volgende keer weer kijkt. Tot dan. Dag.